Dag kinderen, vandaag leren we wat het bijvoeglijk naamwoord is. Alvorens ik de uitleg ga geven, wil ik dat je eens kijkt naar het woord bijvoeglijk. Je kan daarin twee woorden herkennen. Bij en voegen. En bijvoegen, dat betekent eigenlijk iets dat je bij iets anders kan plaatsen. En zo kan je eigenlijk onthouden wat het bijvoeglijk naamwoord is, want het bijvoeglijk naamwoord, dat is een woord dat we bij een zelfstandig naamwoord plaatsen. Als het goed is, weet je nog wat een zelfstandig naamwoord is. Het is vaak een ding of een persoon waar je een lidwoord kan voorzetten. En je kan ze meestal herkennen omdat je ze kan verkleinen of ook kan verlengen. Bon. Als je nog meer in uitleg wil over het zelfstandig naamwoord, moet je even naar dat instructiefilmpje gaan. Maar ik herhaal het omdat het bijvoeglijk naamwoord dus een woord is dat hoort bij een zelfstandig naamwoord. En eigenlijk is het bijvoeglijk naamwoord een woord dat ons iets meer vertelt over dat zelfstandig naamwoord. Ik geef een voorbeeld. Mijn eerste woordje is een man. Behalve dat er man staat, weet ik niets over die man. Maar het kan. Ik zal een ander kleurtje nemen. Het kan een oude man zijn. Het kan een slimme man zijn. Het kan een boze man zijn. Al die woorden, die bijvoeglijke naamwoorden, vertellen ons iets meer over die man. Hetzelfde bij jongen. Het kan een kleine jongen zijn. Het kan een sportieve jongen zijn. Het is lang geleden dat ik op een bord geschreven heb. Maar hier heb ik telkens voorbeelden genomen over personen. In de rechterkolom heb ik dingen gebruikt. Wat kunnen we vertellen over een huis? Bijvoorbeeld, het is een groot huis. Een nieuw huis. Oud huis, bijvoorbeeld. Of een mooi huis, zou je ook kunnen zeggen. Over de tafel kunnen we ook dingen zeggen. Het is een bruine tafel. Of een witte tafel, of een blauwe tafel. Een gele, maakt het niet uit. Ronde tafel bijvoorbeeld. Of misschien is de tafel wel kapot. Dan is het een kapotte tafel. Dus belangrijk te weten, dit zijn allemaal de bijvoeglijke naamwoorden. En die bijvoeglijke naamwoorden, die vertellen ons iets meer over het zelfstandig naamwoord. In de regel plaatsen we het altijd voor het zelfstandig naamwoord. Soms wordt er een achter geplaatst, maar niet altijd. Die regel zal ik je in een ander filmpje nog uitleggen. Maar eerst en vooral, zoek in het verhaal van de reuzenperzik zoveel mogelijk zelfstandige naamwoorden waar een bijvoeglijk naam voor staat. Succes!